welkom bij het EVA Weekjournaal. Met vandaag: kinderrondleiding op de Tor. Aan tafel met burgemeester Lucas Bolshuis. Glasexpositie in het atelier. Kinderworkshop over Rick Wouters. Vandaag zijn we op bezoek bij Jaap Heitinga voor de glasexpositie. Ik ben Jaap Heitinga en ik ben een kunstenaar. En ik heb hier een heel groot atelier waar ik heerlijk kan werken nu ik met pensioen ben. Er exposeren hier 10 kunstenaars in deze ruimte. En in de gangen exposeren ook nog 8 kunstenaars. We zitten hier totaal met 8 kunstenaars van Artre, kunstenaarscollectief. En 10 kunstenaars van het atelier. Het atelier wil zeggen Heitinga's atelier. Dat heb ik dus zo genoemd daarom. De expositie gaat gedeeltelijk over glas. Ron van Duinen met glaswerk. Dan Nande van der Vliet met heel veel glaswerk. En daarnaast Christa Israël. Die is vrij bekend geworden tegenwoordig met allerlei glazen objecten. Zoals een jurkje van glas en schoentjes van glas. Maar daarnaast doet zij ook sieraden maken en die heb ik hier geëxposeerd. En dan hebben we nog het glas uit Leerdam. Twee Tsjechen, Novotny en Emil, die hebben hier een kunstwerk staan nog. En Cor Schellen heeft hier verschillende kunstwerken staan, vazen. Maar die is kort geleden overleden. Nou, Ron van Duinen die exposeert hier met allerlei verschillende soorten werk in half ruimtelijk een beetje. En die verzamelt dus kapotte wijnglazen. Die voetjes van die wijnglazen die verwerkt hij in het glas. En met soldeer gaat hij dus lood eromheen doen. En hij gebruikt allerlei soorten glas die hij maar vindt. En die stopt hij in die werkstukken en die lijmt hij aan elkaar. En daar maakt hij dus een kunstwerk van. En hij heeft hier dus nu 4 kunstwerken staan. En dat is heel apart werk. We kunnen op afspraak altijd terecht. En daarnaast op woensdag altijd, want woensdag geef ik hier de hele dag les. En ze kunnen ook op de kunstkijkroute dagen. En dat is nog maar 1 keer. In november is het nog 1 keer en dan is het afgelopen. Ik zeg altijd in de Hellestraat 24, maar de ingang is in de Torenstraat. Hellestraat 24, daar zitten de ambtenaren. Dus als je daar komt, dan kom je er niet in. Je moet er omheen lopen en dan kom je in de Torenstraat. En daar is een trapje naar beneden. En daar hebben we ook borden staan. Zowel in de Molenstraat als in de Torenstraat hebben wij een bord staan. Artre Kunstenaarscollectief. En we hopen dat ze dan kunnen vinden. Regelmatig organiseert Museum Vlehite kinderworkshops die aansluiten bij actuele tentoonstellingen. Bij deze activiteit bekijken de kinderen eerst onder begeleiding van een museummedewerker een historisch voorwerp of kunstwerk in het museum. Dit keer hadden de kinderen de opdracht gekregen om Rick Wouters na te maken. Het werk van Rick Wouters is heel kleurrijk en dat was voor de kinderen nog best lastig.
katholieke zandgemeenschap Amersfoort had de burgemeester uitgenodigd om te vertellen over zijn ervaringen in Lourdes en hoe de bedevaart mensen helpt. Ik heb met een aantal mensen vanuit het zandgemeenschap, dat is een katholieke gemeenschap in Amersfoort, die ik weet niet hoeveel jaar ze bestaan, maar ze vieren een lustrum, mij uitgenodigd hadden om te vertellen over mijn ervaringen in Lourdes. En ja, de mensen die mij al een beetje kennen weten dat ik ieder jaar ernaartoe ga. En ze hadden mij gevraagd om te vertellen, waarom doe je dat nou? Wat maak je mee? Heeft Lourdes nog een toekomst? En dat doen we tussen de gangen door. Nou ja, ik ben begonnen te vertellen hoe ik het van thuis uit mee heb gekregen. En mijn vader ging al naar Lourdes toe als arts. En we gingen dan als kleine kinderen mee hem wegbrengen naar Rotterdam Airport. Of 16hoven heette dat toen nog. En het was bij ons een vast onderdeel van het jaar dat mijn vader ging. En als we dan eindexamen deden, dan mochten we ook mee als hulpverlener, als vrijwilliger. Nou, sindsdien doe ik het ieder jaar. En sinds een aantal jaar met mijn echtgenote samen en een vriend organiseren we een busreis met 80 gasten, 23 vrijwilligers, medisch verzorgd. Dus ook mensen die niet zo makkelijk meer op vakantie kunnen of een bedevaart kunnen maken, ja, die kunnen we toch meenemen. Bedevaart is eigenlijk al iets heel ouds. Amersfoort is eigenlijk ook een bedevaartsplaats. De grote toren, onze grote toren, die is bij elkaar gebracht door mensen die op bedevaart kwamen naar dat beeldje wat door een meisje in het ijs of in het water was gegooid en weer eruit gevist is door iemand anders. Dus Amersfoort is een bedevaartsplaats. Een hele moderne plaats is Santiago de Compostela en dan Lourdes. En ja, daar gaan duizenden mensen ieder jaar naartoe, tienduizenden mensen. Die vinden daar troost, die ontmoeten daar mensen. Het zijn verschillende redenen dat mensen daar naartoe willen gaan. En ook mensen uit Amersfoort die reizen naartoe. Ook mensen gaan mee met de reis die mijn echtgenoot en ik organiseren. Nou, wat we doen is als vrijwilligers zorgen dat mensen mee kunnen. Soms moeten mensen helemaal verzorgd worden. We organiseren niet alleen maar letterlijke verzorging, maar ook de geestelijke verzorging. Dus mensen, we hebben kerkdiensten, we zingen met elkaar, we ontmoeten elkaar, we praten met elkaar. Mensen vinden daar troost in. Ja, en als ze dan weer thuiskomen, dan kunnen ze vaak weer er tegenaan. Het is net als een accu die leegloopt. Daar hebben jij en ik allemaal ook last van. Als je al op vakantie bent, laat je de accu weer op, kan je er weer een tijd tegenaan. Nou, dat geldt ook voor heel veel mensen die op bedevaart gaan. Abe de Verteller geeft de rondleiding in de Onze Lieve Vrouwentoren. Abe van der Veen, ook wel bekend als Abe de Verteller. We zijn de toren op geweest. We hebben zo'n 70 meter geklommen en onderweg hebben ze verschillende verhalen gehoord over Leendert Nicasius, over de wonderen van Maria, over de vondst van het beeldje. Ja, en u vertelde over die wonderen, eigenlijk gewoon dat het baby in het water is gevallen en op spontane wijze weer wakker werd. Waar onder andere. Waar komen de verhalen vandaan? Is dat opgeslagen zoals de mevrouw al zei? Ja, natuurlijk is er ooit een Mariabeeldje in het water gevonden. Er zijn destijds verschillende wonderen gebeurd. Die zijn opgeschreven in een kroniek. Die kroniek hebben ze vorig jaar nog vertaald en weer opnieuw uitgegeven. Nou, die heb ik grondig uitgeplozen en de meest spannende wonderen van verteld. Waaronder dus inderdaad die over het kindje wat in het water was gevallen. Mijn eerste rondleiding al iets van 10 jaar geleden is. En als verteller ben ik al bijna 20 jaar bezig. De reacties van het publiek, hoe die kinderen ademloos zitten te luisteren naar zo'n verhaal. En het uitzicht is bijna elke keer adembenemend. Deze toren is uniek. Het is de op 2 na hoogste toren van Nederland, maar het heeft de meeste klokken. Er is ontzettend veel te zien en met mijn verhaal erbij als professioneel verhalenverteller gaat die helemaal leven.
Dit was het Eva Weekjournaal. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.